Het is eigenlijk geen nieuwigheid in Suriname dat wanneer je bij een aanrijding betrokken bent, dat vele mensen nooit de juiste afhandeling van zaken hebben gehad. We hebben daar vaker klachten over gehoord vanuit de gemeenschap. Nou, precies zo'n geval is het volgende. We hebben gesprek met Sabita Kanhai. Sabita Kanhai heeft op 14 mei 2016, dat is nu dus al 7 jaar geleden, een aanrijding gemaakt. Ze had toen een auto op huurkoop net genomen. En ze is daarbij ook gewond geraakt. En tot de dag van vandaag heeft ze last van de letsels die ze toen heeft opgelopen. Tot de dag van vandaag zit Sabita Kanhai nog achter zaken aan die haar eigenlijk zouden moeten toekomen nadat zij als benadeelde werd aangemerkt bij deze aanrijding. Mevrouw Kanhai, kunt u ons vertellen wat er precies is gebeurd? Ja, dag mevrouw Geel. Ik ben aangereden op zaterdag 14 mei, was 8 uur 's avonds. Ik reed op de Kopenamenweg richting stad. Op de kruising van de Koesewijnenstraat met de Kopenamenstraat. En het stoplicht zou net op rood springen. Dus ik begon op de middelste baan, die 3 banen. Maar op de middelste baan was ik aan het afremmen om te stoppen. En ik ben ook daadwerkelijk gestopt, want het stoplicht was al op rood. En binnen enkele seconden voelde ik een klap. En bij die klap, ik wist meteen, een fractie van een seconde, ik wist meteen, het is een aanrijding. Iemand heeft me aangereden. En het was zo'n harde klap dat ik met mijn auto zeker 3-4 meters gestuiterd ben naar voren. En ik ben zo hard, ondanks mijn seatbelt, ben ik dus zo keihard ben ik naar voren geduwd. Mijn hoofd, mijn rechterkant, ben ik op de dashboard terechtgekomen. En met diezelfde snelheid, misschien dubbele snelheid, teruggevallen. En bij die terugval is mijn leuning, stoelleuning, naar achteren geklapt. Helemaal naar achteren. En toen bleef ik met mijn rug vastzitten. In die leuning. Ik wist ik kon niet meteen opstaan. Maar ik kon dit doen. En toen ik dit deed, om te kijken wat er eigenlijk aan de hand was, zag ik een grijze pick-up langsrijden aan mijn rechterkant. Op dat moment dacht ik, oh, die auto ontwijkt een kettingboxing. Ik dacht, het is die man die me heeft aangereden achter hem. Terwijl het dus de man was die me heeft aangereden. Hij zag kans, toen ik dus naar voren stuitte, dan zag hij kans om weg te rijden. Ze zijn weggereden, omstanders hebben de politie gebeld. En de politie probeerde me de deur open te doen, het lukte niet. En toen hebben ze meteen de ambulance, want ik kon niet praten. Later bleek dat ik dus waarschijnlijk shock, hè. Ik was heel erg in shock. Dus op een gegeven moment hebben ze de ambulance gebeld, ACT gebeld. De ambulance kwam en ze konden me niet eruit krijgen. Ze hebben me van de andere kant eigenlijk door dat raam geprobeerd eruit te krijgen. Maar ik kon niet staan. Ik kon niet staan. En met hulp toen heb ik... er werd mij gevraagd of ik mensen kon bellen. Ik heb geweigerd om naar het ziekenhuis te gaan. Omdat ik op dat moment, ik moest het heel snel nadenken. Ik had puppies van 2 weken van een klant in mijn huis. Ik woonde toen niet hier bij mijn ouders. Ik was verhuisd. En ik had in mijn huis puppies. En als ik naar het ziekenhuis ga, gaan ze me houden daar. Ze gaan me vasthouden, zeker een nacht. En gaan mijn puppies dood. Die moesten om de 2 uren gevoed worden. En ik heb toen geweigerd. Ik heb een klant van me gebeld. En die is gekomen en toen heeft hij me naar huis gebracht. Ik ben gesteund geworden, ik ben naar huis gegaan. Mijn auto moest toen weggesleept worden, ik heb geweigerd, want ik had heel veel werkspullen, laptop, telefoons, maar belangrijke spullen in de auto. Maar ik kon huilen. Toen ik uit die auto stapte, zag ik dat mijn auto van achteren voor de helft geduikt was, naar binnen geduikt was. En ik heb die auto toen laten wegslepen naar Frans-Japanestraat, waar ik naast Flamboyant, waar ik destijds dus woonde. Niemand wist wie me had aangereden. Het was zaterdagavond. Zondag had ik nog pijn, maandag had ik pijn. Maandagavond belde de politie me, de desbetreffende politie, die toen aanwezig was en het rapport heeft gemaakt, of op de plek aanwezig was, belde me van mevrouw Kan, bent u naar de dokter gegaan? Ik zeg nee. Ja, moet u wel doen hoor, want we hebben de auto achterhaald. Ik zeg, hoe komt dat? Ja, een
iemand in het verkeer heeft dus het kenteken genoteerd van de bewuste auto. En ik zeg, wie is het dan? Oh, we mogen het niet zeggen hoor, maar het is van een casino. Het behoort tot een wagenpark van een casino. En ik zeg, oké, ja, moet u doen hoor. We gaan verder kijken wat we kunnen doen. Maar gaat u naar de dokter? Ik ben niet gegaan. Ik ben niet iemand die dramatisch doet. En ondanks mijn pijn. Ik zeg, nee, ik had echt niet, geen zin. Dus dat was maandagavond. Dinsdag gaat voorbij, woensdag, donderdag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdagavond belt mijn neef me op. Een neef van me belt me op, Suresh Kanhai. En hij was destijds manager bij dat casino. En hij belde me, hij zegt, Sabit, ik zeg, ja, bhai, hè? Nee, broer, ik zeg, ja, bhai, hij zegt, je bent aangereden. Ik zeg, ja, bhai, wat zegt de verzekering? Ik zeg, bhai, ik weet niet wie me heeft aangereden. Ik weet niet wie me heeft aangereden. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik kijk nog. Hij zegt, weet je wat? Kom morgen bij me aan het werk. En dan gaan we kijken wat we kunnen doen. En bij hem aan het werk is Planet Casino. Dus toen kwam ik thuis. Ik kwam elke dag thuis om hond eten te geven. En ik zei tegen mijn moeder. Ik zeg, ma, hij heeft geroepen zo breed, zo smal. Dus toen kwam ik tot de conclusie. En mijn moeder zegt ook van, hey, misschien heeft dat casino ermee te maken. Oké. Okay. De volgende dag, vrijdag, ben ik geweest. En inderdaad. Hij neemt me mee naar boven, naar de eigenaar, mede-eigenaar, meneer Jimmy Latchman. En we zitten te praten en hij zegt tegen me, hij zegt, weet je, Jimmy zegt tegen me ook, mijn neef, van weet je wat, Sabita, we zijn familie en we gaan het onderling regelen. Ga die zaak intrekken, zegt hij tegen me. En ik zei tegen mijn neef, ik zeg, op dat moment wist ik doe soms hele domme dingen, maar op dat moment wist ik van, ik moet met iemand erover praten. Dus ik zei tegen hem van, nee bhai, ik ga even met mama erover praten. Dan ga ik je melden. Hij zei, ja hoor, prima, is goed. En hij zegt, wat is je schade? We gaan je een auto geven. Ik zeg, bhai, je weet, ik behandel dieren, ik show met spullen. Ik kan niet op de fiets of met de bus dingen doen. Ik moet een auto. Ja, is goed hoor, je krijgt de auto van ons. En zolang, we laten je auto maken. En als alles goed is, dan nemen we die auto terug. Dan hebben we gedaan wat we beloofd hebben. Ik zeg, ja, is goed. We krijgen dan alles wat je doet, alle onkosten die je doet, die je maakt, krijgen we dan een bonnetje. Ik zeg, ja hoor. En ik ga weg en ik zeg tegen mijn neef, van is goed, ik ga met mama erover praten. Hij zegt, ja is goed. Hij zegt, maar wacht even. Dus hij neemt me mee naar beneden, naar een kamertje. En er zit daar een inspecteur van politie. Lala, ik ben de naam kwijt. Lala, Lalta zou kunnen. Ik moet me heel diep gaan verdiepen, wil ik op die naam vallen. Het is alweer zoveel jaren geleden. Maar goed, zegt die agent, die inspecteur van politie tegen me van, mevrouw Kanhai, wilt u die zaak gaan intrekken? En dan maken we alles in orde. Toen zei ik tegen hem, is goed, ik ga die zaak intrekken. Ik zeg, maar dan ga ik het met Erwin Bhai erover hebben. En Erwin Bhai is de oude broer van Suresh Bhai, die daar manager is. En Erwin Bhai is Erwin Kanhai. De advocaat. Dus ik zeg tegen hem, ik zeg, is goed, dan ga ik het met Erwin Bhai over. Nee, zegt Suresh tegen me. En die gaat, nee, je moet niet gaan. Want hij weet van die zaak en hij heeft gezegd, we moeten het onderling regelen. Ik zeg, is goed, dan ga ik dat doen. Ik met mijn suffe kop. Toch, ik zeg, is goed, ik ga het doen. Maar ik ben nooit gegaan om die zaak in te trekken. Ik wist ergens, het zat niet goed. Dus ik ging naar de politie. Het was voor mij, mevrouw Geel, elke dag politie, ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Fysiotherapie in, fysiotherapie. Ik chiropractor in. Op een gegeven moment ben ik gestopt met chiropractor. Omdat de chiropractor uit eigen zak betaald moet worden. En het wordt niet vergoed door de verzekering. Tot je gaat bij SZF voor de fysiotherapie zolang je kan. Ik loop met een kruk. Ik heb een kruk. Ik loop daarmee. Er zijn dagen dat ik niet kan lopen. Door die zweepslagbeweging heb ik nog naweeën. Toch heb ik nog problemen, 7 jaar later. Ik heb een kraag waarmee als het te druk wordt op mijn nek van hier, dan moet ik steunen met een kraag. He, ik heb een kraag en ik heb een kruk. Al 7 jaar lang. En pijn dat ik heb, vreselijk veel pijn. Met die kraag en met die kruk ben ik advocatenkantoren afgelopen. Ik ben toen op een gegeven moment naar... ik dacht, ik moet een advocaat hebben, want meester Kanhai is de advocaat van het Planet Casino. Dan kan ik niet naar hem. Aan de andere kant dacht ik, anyhow, hij weet van die zaak, dus het komt goed. De maandag daarop krijg ik een auto van ze.
Ik heb een auto gekregen van ze, een nieuwe fiets. Mijn auto hebben ze niet weggebracht. Maar goed, ik was tevreden met die fiets. Ik denk, het komt nog. Maandag krijg ik die auto. Vrijdag nemen ze die auto terug met de smoes. Ik weet niet wie me heeft aangereden. Ik weet, het is een auto vandaar, maar ik zoek hulp. Ik zoek hulp. Ik ga naar de verzekering. De verzekering zegt tegen me, mevrouw, we kunnen u niet helpen. De verzekering belt me. Mevrouw Kanhai, kunt u komen? Want we hebben hier een rapport van een aanrijding, maar het rapport klopt niet. En ik zeg, is goed, dus ik ga. En inderdaad, er staat dus dat ik ben aangereden door iemand die niet dronken was, die wel een rijbewijs had, dus nuchter was. Allemaal positieve dingen over de veroorzaker. En terwijl niemand weet wie me heeft aangereden. En toen, vanaf dat moment had de verzekering besloten mij niet te willen helpen of niet te kunnen helpen. Mijn neef, Suris, hij is nu wijlen, maar goed, ik moet mijn verhaal doen, hij is overleden een paar jaar geleden, heeft tegen de verzekering gezegd van, we hebben hier het rapport is er, want zij hebben dat rapport gekregen, ze hebben dat rapport afgegeven aan Self Reliance, en hij heeft gezegd, hij kent me niet. Hij heeft dan gezegd, ik ken die mevrouw niet, toch? Gewoon mijn neef zegt tegen de verzekering, hij kent me niet, maar goed. Dat hoeft geen punt te zijn. Dus vanaf dat moment was ik bezig. Ik was bezig. Toen zei de verzekering tegen me, iemand van daar zei me, mevrouw Kanhai, weet u wat, ga naar Haye de Vries, want die auto, de vermoedelijke auto, behoort nog aan Haye de Vries van het Hogenhuidstraat. Ik ben toen daar naartoe gegaan. Ik heb toen een advocaat genomen. Later bleek, hij was pas in Suriname, hij mocht niet praktiseren. Dus dat was al gauw van de baan. Maar ik ben toen naar Haye de Vries gegaan. Die advocaat heeft een brief geschreven naar het casino. Ze hebben nooit gereageerd op die brief. Dus ik ga naar Haye de Vries. En ik vertel, er was een manager daar. En ik vertel, ik doe mijn verhaal. En terwijl ik mijn verhaal doe, en ik was aan het eind van mijn verhaal. En de telefoon gaat over. En de telefoon gaat over en hij neemt op. Maar wat doet hij? Hij zet die telefoon op speakerphone. Want hij wist wie hij aan de lijn had. Dus ik hoor een man. Is die auto van me klaar? Ja, met Don. Awa give me klaar, ik ba. En die man zegt tegen hem van nee, het is nog niet af, maar die auto wordt in beslag genomen. Omdat het in dit geval een aanrijding met een start... een aanrijding kan behoort, zoiets, maar goed. Dus die man legt neer, hij wilde die auto hebben toch, die pick-up. Toen heeft die man tegen me gezegd, hij zei, weet u mevrouw Kanhai, als u hier niet was gekomen, als wij die auto niet hadden teruggefloten voor service... Zouden we nu van u horen wat er gebeurd is met onze auto? Kom. Hij neemt me mee naar die pick-up. Hij heeft me meegenomen. Hij zegt, kijk, u mag een foto maken. Hij zegt, deze auto, een nieuwe Mazda. Hij zegt, ik ben persoonlijk naar Amerika. Ben ik afgereisd om research te doen. Om te kijken hoe deze auto werkt. Wat voor capaciteit het heeft. Wat dit, wat dat. Hij zegt, dus ik weet precies. Ik hoef uw auto niet te zien. Hij zegt, ik weet precies hoe hard die man u geslagen heeft. Hij zegt, want bij die slag zaten alle vier seatbelts zaten vast. Dus er zaten vier mensen in dus. En ze konden niet meer eruit door normaal de seatbelt los te maken. Ze zijn eruit, ze hebben zich eruit gewrongen. Hij zegt, zo hard heeft die man u geslagen, wie weet ik. Hij zegt, ik hoef je auto niet te zien, mevrouw. En die pick-up van ons heeft een schade van $15,000. Dus toen die auto naar Haye de Vries ging voor service, toen heeft die monteur gezegd tegen die man, komt u kijken wat er met die auto aan de hand is. Zo is het zaakje gaan rollen. De manager van Haye de Vries zegt tegen me, if there is something I can do for you, please tell me. Ik zeg, nou, het is oké. Ik denk, ik krijg hulp. Maar goed, dus dat, maar ik bleef maar ziekenhuis in. De politie kon niks voor me betekenen. Uiteindelijk hebben ze me niet meer willen ontvangen bij het casino. Ik ging geregeld terug. Ze hebben die auto teruggenomen. Ik was afhankelijk van de taxi. Ik heb jaren taxi, ging met de taxi werken. Hè, overal met de taxi. En ik heb een brief geschreven voor de PG. De nieuwe PG heb ik een brief geschreven. Ik heb nooit wat gehoord, geen antwoord erop. En ik heb
op een gegeven moment kreeg dus mijn zwageres lucht van die zaak. De vrouw van meester Kanhai. En ze zegt, Sabita, hij zegt, Erwin Bai weet van niks. Hij zegt, ga met al je documenten naar hem toe. Hij zegt, want hij weet van niks. Hij weet niet eens dat je bent aangereden. Hij zegt, er is flink gejokt tegen je. Dus met goede moed pak ik weer mijn documenten, alles netjes. Dus ik ga naar hem toe. En hij belt dus meneer Latschman op. Hij zegt, zo breed Soesman. Hij zegt, helpen jullie dat kind? Geven jullie dat kind een auto? Hij heeft nooit Sabita tegen me gezegd. Het is mijn neef, het is mijn broer. Hij heeft altijd Bitya, dochter, tegen me gezegd. He, respect voor hem in dat geval. Hij zegt, geven jullie er een kind? Ik ben met mijn kruk loop ik die trap op met de kraag. Hij zegt, geven jullie er een auto? Jamie Latschman heeft nooit gehoor gegeven daaraan. Hij heeft nooit, nimmer gehoord. Hij zegt tegen Erwin, meester Erwin zegt tegen me, ga een andere auto zoeken. Ga eentje zoeken, meld me, breng het bedrag voor me, maak ik het in orde. Ik heb het gedaan, maar Jamie is nooit, heeft nooit de moeite genomen om een koopercent te betalen. En zo is het jaar in, jaar uit is dat zo gegaan. Op een gegeven moment, ik lag in het ziekenhuis. Ik verkoop ook spullen, allerhande spullen op de markt. Ik heb weken kon ik niet naar de markt. Ik moest gesteund worden. En ik heb een neef die me overal brengt met de taxi nu nog. He, er waren dagen dat ik zo'n pijn had dat ik mijn arm niet eens kan optillen. Ja. He, en goed, ik heb toen recent nog mijn nichtje, meester Kanhai Ashna, heeft gezegd, Sabita, ga kijken wat ik voor je kan doen. Hij belt Jamie op. Jamie, er is een zaak voor me, je weet het, je weet waarover het gaat. Helpen jullie dat kind met een auto? Of vergoed haar, geef haar tenminste een deel van dat geld. Hij zegt tegen haar van nee, en, ze heeft hier quitanties liggen, ze heeft bonnen getekend, dat we hebben er 100.000 zoveel betaald. En mijn nichtje zegt, Ashna Kanhai zegt, nou, ik wil binnen 2 dagen quitanties hier op tafel hebben. En we zijn nu 3 weken verder. Hij kan geen quitanties overleggen omdat ik nergens getekend heb. Hij zegt, hij heeft toen tegen haar gezegd van ja, maar die quitanties zijn bij Suris. Is men uiteindelijk erachter gekomen wie die auto reed? Want er moet toch een veroorzaker zijn aangemeld? De politie weet het wel waarschijnlijk. Het is nooit aan mij gezegd geworden, maar een werknemer heeft mij diezelfde week tegen mij diezelfde week gezegd, je bent aangereden door Glenn Latschman. En dat is dus die Don die gebeld had voor die auto. En hij is een beetje een ruige type. En hij heeft me aangereden. Niemand durft dat tegen de politie te zeggen, omdat ze ook hebben ze vrezen voor hun leven. Door de jaren heen heb ik mensen gesproken die de familie goed kent en die, van wie ik het ook gehoord heb, van het is Don, want kijk, en ik heb een gesprek gehad. Toen ik het rapport kreeg, toen zag ik dat ik ben aangereden door dus Dennis Tomic. Want dat zegt dus het casino tegen me, je bent aangereden door die Turk en hij is gevlucht. We gaan hem niet meer zien, maar we gaan jou helpen. Dus toen ik het rapport kreeg en ik zag die naam, Dennis Tomic, ben ik die man gaan zoeken op Facebook. Ik heb hem gelukkig gevonden op Facebook en ik begon met hem te praten. En ik zeg tegen hem van, ik begon hem uit te scholden eigenlijk. Uit te schelden, sorry. Ik begon hem uit te schelden, want hij praat Engels. En ik schold hem uit in het Engels. En hij reageert, who are you? What is this? En ik zeg, you hit me. You don't know. Hij zegt, hit you when? Where? Dus ik geef hem het verhaal en hij moest lachen. Ik heb het heel gesprek heb ik met hem. Hij zegt, at that time. Hij zegt, when? Ik zeg, 14 mei. Hij zegt, at that time, I was in Sweden. Hij zegt, ik heb het land verlaten op 5 maart van dat jaar. Ik ben aangereden 14 mei van dat jaar. En die man heeft het, als je ziet, ik heb gesprekken met die man. Hij zegt, ik weet van wie die auto is. Die auto is van Don, van meneer Glenn. Hij rijdt het. Hij zegt, ik had niet anders verwacht. Ik zeg, ze hebben jou beschuldigd. Hij moest lachen. Hij zegt, ik had niet anders verwacht. Hij zegt, ik was een jaar daar. En ze hebben hem afgeschilderd als te zijn een werknemer. Terwijl die man een hele bedrijf in Zweden heeft. Die man is geen Turk. Die mensen gaan hem een Zweed. En hij heeft een heel bedrijf in Zweden. Van waar dus de kasten komen. Hij was hier gekomen om die mensen les te geven. Hij zegt, hier kom ik dus nooit meer. Hij schrijft het, hier kom ik dus nooit meer terug. Hij zegt, ik weet hoe die mensen zijn. Wat
zou er volgens u nu moeten gebeuren? Ik wil graag dat hij me tenminste het bedrag... ik had net een nieuwe auto, een Alex. Was net gekocht bij Yokohama. Voor $3,500 heb ik aanbetaald. De rest heb ik moeten aflossen. En ik moet nog aflossen. Wat ik niet doe. Ik weiger te betalen voor iets waar ik geen schuld aan heb. Hè. Maar ik moet het aflossen. Want Yokohama heeft er niks mee te maken. Ik wil graag dat hij mij... die 7.500 geeft, die dollar. Zij hebben uiteindelijk, zijn zij er goed vanaf gekomen. De verzekering heeft mijn auto laten wegslepen naar Warungresa. Daar staat mijn auto en die eigenaar van Warungresa, de spuiter, heeft elke schroef die hij kon vinden in mijn nieuwe auto, heeft mijn hele auto gesleept. De verzekering heeft zijn handen teruggetrokken. Iedereen heeft zijn handen teruggetrokken. De verzekering heeft vanaf het begin gezegd, ze kunnen me niet helpen. Het is een ingewikkelde zaak. Ik moet met ze wachten. De verzekering heeft me gezegd, we willen dat de veroorzaker komt en dan gaan we uitkeren. De veroorzaker gaat nooit komen. Ze hebben nooit geclaimd. Hè? De mevrouw van Self Reliance heeft mijn auto toen met een smoes laten slepen naar Warungresa. Daar is het een spuiter. En die man heeft mijn hele auto gesloopt. Alles wat hij kon stelen heeft hij gestolen. Maar als de verzekering niet heeft uitgekeerd, mogen ze dat daar wel doen? Ze mogen dat niet doen. Die auto is nog van mij. Die auto is van mij. Ze hebben het gesloopt. Ik ben er naartoe geweest, een jaar iets meer als een jaar geleden, om die auto te zien. En ik zeg, meneer, wat is dit? Ja, wat verwacht u? Ik zeg, maar u mag niks uit die auto nemen. Ja, maar wat verwacht u, mevrouw, als die auto hier zo lang staat? Maar dat is niet mijn schuld. De verzekering is dan schuldige hieraan. Maar die man heeft er niks mee te maken. Hij heeft mijn hele auto gesloopt. Goed, dan moet ik daar... Ik moet eigenlijk een zaak tegen hun aanspannen. Maar goed. Ik wil graag dat het casino... Het casino zegt, ze hebben geen geld om het te geven. Aan de andere kant zeggen ze, ik heb bonnen getekend van 100.000, zoveel duizend, hè, dat wat niet waar is. Ik wil graag dat hij mijn auto heeft mij met de betalingen en rente en dit en dat, heeft het me meer dan $7,500 gekost. Ik wil graag dat hij me dat betaalt. Ik heb een brief geschreven, 2 weken geleden, heb ik een brief voor hem geschreven. Ik zeg, Jimmy, alsjeblieft. Help me. Als je me tenminste de helft geeft, dan sluit ik die zaak. U heeft zo het verhaal gehoord van Sabita Kanhai. De aanrijding heeft dus plaatsgevonden in 2016. 7 jaren verder struggelt ze nog steeds met de afhandeling en met haar gezondheid. Zij hoopt dat degenen die eigenlijk verantwoordelijk zijn, volgens haar in dit geval, dat zij tenminste hun verantwoordelijkheid nemen en haar tenminste een deel van het geld betalen, zodat zij haar schulden vooral kan voldoen bij de autohandelaar waar zij haar auto toen op huurkoop had genomen. Dit was Gil Eik, Sunweb TV, Satish Ramratan achter de camera.